Het is woensdag. En nu, ja. Dames en heren, welkom terug. Uh, live in de uitzending op woensdag 6 september 2023. In de Pletterij, het uh, bekende en unieke centrum in Haarlem voor debat, poëzie, cultuur ook het Goede Gesprek van de Week. En vandaag de gast Maureen Postumus, directeur van de stichting Hero. Bij Hero moet ik denken aan Helden, maar het is gewoon Hero. Dat klopt. Het is hero kindercentra. Hero kindercentra. Ja, stichting hero kinderzetten. Het woord zegt het al. Uh, jullie gaan. Jij gaat met, jou, met jouw team over kindercentra. Zijn dat kinderdagverblijven en de zulken? Het zijn uh, inderdaad kinderdagverblijven in uh, Haarlem en uh, Spaandam. Het zijn ook uh, buitenschoolse opvanglocaties. Uh, ja, en het heet. is ook uh, de peuteropvang ja. met, uh, en dan ook specifiek nog met uh, voorschoolse educatie uh, ja. voor de kinderen vanaf VSA. twee jaar. Ja, het is een wereld die van afkortingen aan elkaar hangt, maar eigenlijk ja, drie hoofdtakken van sport. Hè, de kinderdagverblijven, de, 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 de kindercentra en, en de buitenschoolse opvang, de buitenspeelzaal. Ja. Um, om, om hoeveel kinderen gaat het nou totaal, uh, als je het hebt over Hero? Als je um, naar Hero kijkt, dan hebben wij ongeveer 2500 uh, kinderen op de kinderdagverblijven. Ja. Ongeveer 2500 kinderen ook op uh, de buitenschoolse opvang. Ja. En een uh, kleine duizend kinderen op de peuteropvang. Puter, uh, en dat zijn natuurlijk vaak kinderen die niet een, uh, een hele dag komen of een hele week komen, elke dag. Maar bijvoorbeeld op de BSO en de kinderdagverblijven zijn dat ja. vaak kinderen die twee of drie dagen komen. Ja. Daar, er zijn ook kinderen die wel een, een hele week komen ja. en uh, op de peuteropvang zijn het ook vaak, er zijn het ochtenden in, uh, ja. in ons geval en dat varieert van twee tot vier ochtenden per week. Maar dan, heb, ja, dan heb je dus over zesduizend kinderen, alles bij elkaar. Ja. Hè? Die, ja. en, en het systeem in Nederland hè, waarbij je voor een deel vrije keuze, voor een groot deel vrije keuze hebt wat je met je kind doet... Bevalt dat jou of ben je voor, zoals heel vroeger geloof ik in Oost-Duitsland... ...werden kinderen, er stond vorige week nog een mooi stuk over in de krant... ...die werden weggehaald thuis en die moesten verplicht... ...naar een, een, een peuterspeelzaal of naar een kinderdagverblijf. Vind je het huidige systeem in Nederland een goed systeem met die vrije keuze? Um, ja, een systeem ontwikkelt zich natuurlijk altijd uh, uh -huh. in de loop van de tijd met de verschillende zaken. En er zijn echt wel een aantal zaken waar we blij zijn uh, met het systeem... Uh -huh. um, Iets waar we wel wat uh, zorgen over hebben, is wel de toegankelijkheid voor, uh, voor ja. ouders uh, van het systeem. Um, Want je betaalt een financiële bijdrage? Hè? Je betaalt op dit een, ogenblik al. Ja, je betaalt de financiële bijdrage. Ja. Um, en ons systeem is ook eigenlijk nog best wel tweeledig. Dat het systeem voor de, um, voor de kinderdagverblijven en de BSO's. dat het eigenlijk wat anders is geregeld dan bijvoorbeeld de VE-peuteropvang, waardoor je ook nog wel twee aparte. Uh, groepen hebt en um, de kinderdagverblijven en de BSO's mm -hmm. is echt voor de werkende ouders. Ja. Het is echt daarop gericht en anders kun je er eigenlijk ook geen gebruik maken of je moet alles zelf betalen, want dat ja. is natuurlijk duur. Um, en de peuteropvang um, en zeker de VE-peuteropvang is ook uh, gericht met name op de mensen die, uh, ja, die ook toegankelijk voor de mensen die geen uh, betaald uh, uh, werk hebben. En de toegankelijkheid met name voor ouders met wat lagere inkomens. Ja, ja. dat is wel iets of. Of degene hè, zonder werk. Ja. Uh, dat is wel iets waar we ons zorgen over maken. Dus ik zou er ja. niet naartoe willen dat het verplicht is voor iedereen. Maar ja. dat het ook voor die groep uh, wel makkelijker toegankelijk is. Ja. Uh, daar zijn we wel enorm voor. Nee, dat snap ik. Want uh, er is geen variatie in de oude bijdrage. naarmate je inkomen hoger of lager is. Yes, of? Zeker wel. Ja. Ja. Het is wel uh, absoluut het, zo. Het is met... gestaffeld, hè? Toch? Het is gestaffeld, ja. Dus uh, als je uh, inkomen lager is. Uh, dan, betaal je, dan betaal je minder, een lager percentage. Ja. En als het hoger is, een hoger. Met een bepaalde uh, maximum. Mm -hmm. uh, maar. De uurprijzen die de ouders vergoed krijgen, daar zit een maximum in wat de, ja. hè, wat de overheid doet. En ondertussen zijn de kosten voor kinderopvang voor de organisaties eigenlijk zodanig hoog. dat in de meeste gevallen de uurprijzen wel wat boven dat maximum liggen. waardoor ja. de ouders toch iets meer moeten betalen. Ja. En juist voor de mensen met de lagere inkomens is dat natuurlijk wel lastiger op ja. te brengen. Dus je maakt je zorgen over die toegankelijkheid voor mensen ja. zonder werk en, en met lage inkomens? Ja. Nou is er een hele discussie gaande hè, in, het, in het kabinet over het gratis maken van de hele kinderopvang. Zie je dat er van komen en hoe, hoe sta je daarin in die discussie? Ja, ik denk gratis is een beetje ja, dat is niet een woord wat wij graag gebruiken, <laughs> nee, want het is natuurlijk ik. helemaal niet gratis. Nee, het kost hè? een hele hoop geld. Het, het kost natuurlijk gewoon ja. geld en het idee dat het gratis is en dat het um, dat lijkt ook een beetje alsof het maar uh, beschi ja. Ongebreideld beschikbaar is en nee, dat het niet, nee, uh, en dat het niet het uitmaakt. En zo is het natuurlijk nee, uh, niet, nee. zo is het natuurlijk niet. Um, hè, en ook dat concept van gratis, wat eronder verstaan wo wordt, nou ja, dat, dat wisselt uh, natuurlijk ook nog wel. Um, wij zouden heel graag juist een voorziening hebben die inderdaad wel toegankelijk is voor alle kinderen en waarin het gemengd ja. is. Um, en of dat dan helemaal gratis is voor iedereen. Um, dat is voor ons eigenlijk niet het belangrijkste als het maar voor iedereen goed is. Uh, toegankelijk is. Toegankelijkheid is, belangrijkste de toegankelijkheid criteria, is het belangrijk. Ik kan me voorstellen, Morin, dat je ook zegt: ja, de, de, de ouders niet kunnen betalen, waarom zou je die niet een bijdrage vragen? Ja, de, de mensen met wat hogere inkomens, of midden en hogere inkomens, die kunnen dit best ook beta betalen. Ja, er zijn natuurlijk mensen die er nu gebruik van maken en uh, bij, wie dat, uh, hè, bij wie dat past. En natuurlijk zijn er altijd allerlei politieke uh -huh. afwegingen hè, om het een of het, uh, hè, of het ander te doen. Um, ja. En dat zijn ook best wel lastige afwegingen die daar gemaakt moeten worden. Uh -huh. Maar ja, voor ons komt het wel altijd toch neer op die toegankelijkheid voor alle kinderen. En dan zien we wel juist dat de groep met hogere inkomens... daar toch wat minder, uh, minder nou ja. moeite mee heeft dan de groep met lagere inkomens. Ja. Wat ik zelf altijd een beetje gek heb gevonden in Nederland... is het, 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 het lagere onderwijs, basisonderwijs, is in wezen gratis. Los van allerlei dingen die je als ouder nou ja, er nog omheen betaalt aan scholen. Maar dat zijn meestal kleine bedragen hè, voor speciale activiteiten. Ja. En de kinderopvang is natuurlijk nooit uh, tot, totaal door de overheid gefinancierd geweest. Dat heb ik altijd een beetje gek gevonden. Ja, er zijn... Ja, hiervoor is er ook nog een ander systeem geweest. met gedeeltelijk subsidieplaatsen. en gedeeltelijk ja. plaatsen door de werkgever uh, die betaald uh, werden. Uh -huh. um, kijk, een systeem zoals het onderwijs heeft. wat meer een publieke voorziening is. Ja, um, ja dat is iets wat wij ook wel heel graag in de kinderopvang uh, uh, ja. zouden zien. Want dan heb je die toegankelijkheid uh, uh, goed geregeld. heb je de kinderen goed gemengd uh, bij elkaar. Is het veel minder administratief ingewikkeld? Want het ja. is momenteel ja. voor veel ouders ook gewoon. Uh, mm -hmm. Ja, is het gewoon ingewikkeld. En dat is ja. toch jammer als dat kinderen dan niet hun. Nou ja, de kansen krijgen op ontwikkeling die je ze, die je ze zo gunt. Dus uh -huh. dat hele idee van naar het onderwijs uh, toe bewegen. daar zien we ook wel wat meer uh -huh. beweging in. Ook omdat uh, kinderopvang. Nou ja, ook in de coronatijd heeft dat wel extra duidelijk gemaakt. Nou, hoe belangrijk is die kinderopvang. En niet alleen dat die ja. ouders. Um, naar school kunnen, maar ook omdat we hebben gezien dat kinderen. Uh, ...zich toch minder goed konden ontwikkelen zonder, uh, zonder de kinderopvang en de, en de uh -huh. peuteropvang. Want ja, daar leren kinderen heel veel hè, van ja. elkaar, van de pedagogisch medewerkers. Dus er is ook echt wel gezien, het is een, een echte goede bijdrage. Ja. Um, dus ja, we hopen dat dat ook dan meer publiek wordt ingezet voor de kinderen. Zou je er voorstander van zijn, ik weet niet of bepaalde landen in West-Europa... ...dat hebben van een verplichte kinderopvang vanaf nul tot, tot het begin van de school? Nou, meestal is het dan geen verplichte uh, opvang... Um, zeker voor de groep van 0 tot 1 jaar is dat um, volgens mij nergens het nergens, geval. Nee, nee. Um, dan hebben in veel landen is het ook zo dat ouders nog um, eigenlijk langer ouderschapsverlof uh, hebben. Met name ja, het eerste jaar. Dat is natuurlijk ook de trend. Ja. He, dus dat, ja. uh, in Nederland zie je daar inderdaad ook wel een stukje van een trend van. Maar ja. dat is nog niet te vergelijken met bepaalde andere landen. Um, bepaalde andere landen zie je wel dat het bijvoorbeeld vanaf 2 uh, jaar... Eigenlijk redelijk normaal is dat de kinderen gewoon ja. gaan. En dan niet zoals in Nederland, hè, twee of drie dagen, maar vaak ook gewoon uh, meer ja. dagen. En er zijn ook echt scholen uh, of landen waarin scholen het helemaal is ingebed. Dus dat het, hè, nu is het in Nederland uh, over het algemeen is het buitenschoolse opvang aan het einde van de, van de schooltijd. Maar ja. daar is, is eigenlijk een tijd, uh, hè, bijvoorbeeld van één tot drie. Mm -hmm. uh, ja, dan worden er, uh, er allerlei spelactiviteiten gedaan... Uh, en dan loopt die dag heel mooi in elkaar over, wat eigenlijk veel ja. beter bij het ritme van, uh, van kinderen past. Ja, en dan heb je het natuurlijk wel over alle kinderen die daaraan ja. uh, ja. deelnemen. Dus dat is misschien wel de toekomst waar we nu naartoe gaan? Ja, um, ja. Dat is een beetje politiek moeilijk ja. te zeggen natuurlijk ja. allemaal momenteel. Ja. Uh, maar op het moment dat, uh, dat onderwijs en kinderopvang uh, dichter bij elkaar komen te liggen... ja, oh. zijn, er, zijn er veel meer mogelijkheden waarin je het ook echt beter voor kinderen ja. kunt regelen. Ja. Ja. Even focus op Haarlem. Hoeveel instellingen uh, zijn er, uh, alles bij elkaar, qua locaties uh, van uh, Hero Kindercentra? Uh, van Hero Kindercentra zijn er ruim, uh, ruim 80. Wauw. Ja, en er zitten, um, zitten grotere bij met acht, negen... Uh, groepen, maar er zitten ook kleintjes bij, van één peuteropvanggroep op, ja. een, uh, op een school. Dus dat varieert uh, ja, ook heel erg in, uh, in grootte. Maar we zijn echt overal in, uh, in Haarlem en Spaandam. Dus we zijn overal, uh, overal goed uh, bereikbaar. Maar Spaandam, ouders. dat valt toch onder Haarlem meer? Of is dat een beetje een uitzending? Nou, Spaandam de... is, uh, is ook waar een van de organisaties. Hè, uh, ja, hun... Hoe moet ik dat zeggen, hun roots hebben gehad, hun wortels uh, ah, okay. hun wortels ja, hebben ja. gehad, waar ook zaken zijn gestart. Ja. ja. En heb je niet een gevoel dat je met die tachtig locaties een beetje moet gaan clusteren en efficiënter moet gaan werken? Of zeg je, laat duizend bloemen bloeien als er ergens een lokaal is en er is maar één groep, nou ja, vooruit om, maar, dan doen we het zo? Ja, het is heel erg belangrijk dat we ze dan in stand houden, want je ziet mm -hmm. uh, met name dat uh, in bepaalde ja, plaatsen, uh, mensen ook niet altijd even mobiel zijn om naar andere plekken te gaan. Dus op het moment dat je ergens één groepje sluit, omdat je denkt van nou ja, dan gaan die ouders wel, wel ergens anders toe, naar een andere locatie, want daar hebben we nog wat plaatsen leeg staan, dan gaat dat niet noodzakelijk uh, uh -huh. gebeuren. En, uh, dus daarom is het belangrijk dat we in de wijk zitten op uh, korte afstand van de ouders. Um, want er staat ook nog altijd op nummer één bij de keuze van de ouders, hè? er zijn uh -huh. van de onderzoeken waarnaar gekeken wordt van wat is doorslaggevend voor is ouders om te kiezen, heet, is. dat is locatie, 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 ja, ja, dat ja, dus dat is gewoon heel belangrijk dat we dicht bij de, ja. bij de ouders zitten en bij de kinderen. Dat betekent ook dat je 80 locaties moet onderhouden. Als er dingen kapot zijn, moet je repareren. Je moet vernieuwen. Uh, dingen mooi opnieuw inrichten. Is dat een, een zware uitdaging? Of hebben jullie voldoende budget? Of hoe, hoe doe je dat? Um, ja, in sommige plekken zitten we natuurlijk in scholen. Dus dan kijken uh -huh. we ook wat we samen met, uh, ja. hè, met scholen kunnen doen. Uh, we hebben daar ook wel een eigen uh, budget voor om, uh, uh -huh. om dat te doen. Uh, we merken natuurlijk ook wel dat dingen duurder zijn geworden. Hè? Ook ja. natuurlijk zaken met, uh, energie, met aannemers. Maar... En, en energie, dus natuurlijk ja. drukt, ja. ja. drukt dat op je budget. En dat heeft uh, ja, dan ook wel consequentie voor je kosten- en je uurprijs. Hè? Ja. Waar ja. ouders natuurlijk toch ook last van hebben. Maar ja, dat moet je wel doen, want de kinderen moeten daar, uh, moeten daar goed zitten. Ja. Uh, maar met name voor uh, ja, peuteropvang is dat wel wat lastiger, want dan zijn we ook van uh, subsidies uh, uh, afhankelijk. En daar hebben we juist eigenlijk voor dit jaar en voor volgend jaar: um, ja, zijn we daar ook juist mee bezig om daar wel een upgrade van te doen? Mm -hmm. Omdat we wel merkten: ja, we willen um, dat die kinderen het ook net zo goed ja. en mooi hebben als, uh, ja. als op de andere locaties. En waar komen die subsidies vandaan, gemeente? Van de gemeente Haarlem, ja. 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 Heb je daar nog wensen behalve dat ze hoger zouden moeten zijn, die subsidiebedragen. Of gaat het nu wel? Kun je het wel runnen zo, met, met um, de middelen die je hebt? Nee, we kunnen het uh, niet runnen met de middelen die, nee. we, uh, die we hebben op, uh, op uh -huh. dit moment. Dus natuurlijk zijn er wel uh, wensen. En dat zit dan niet zo, uh, alleen op het gebied van huisvesting. Maar dat hebben we er ook, heeft er ook mee te maken dat... Uh, ja, het aantal kinderen dat je op één groep kunt plaatsen, dat we dat uh, eigenlijk zelf toch ook wel een beetje naar beneden hebben gebracht. Omdat we zagen ja. van: als, ja, als we dat kwalitatief goed neer willen zetten, hebben we er eigenlijk uh, meer pedagogisch ja. medewerkers voor nodig om dat goed te doen. Ja. En op sommige plaatsen ook echt meer coaching voor nodig ja. om, dat, uh, om dat goed te doen. Snap ik, zijn er maximum uh, aantallen voor die groepen? Of mag je ja. in beginsel ja. de groep maximaal vullen? Um, nou, er zijn de officiële regels van, uh, van de kinderopvang, hè, wat ja. dan uh, dat heet dan ook weer met de afkorting BKR, beroepskracht-kindratio. Oh, ja. En uh, <laughs> ja. daar zijn allerlei uh, normen voor. We hebben in kinderopvang ongelooflijk veel regels. En ja. bijvoorbeeld voor, uh, voor driejarigen betekent dat dat je één pedagogisch medewerker hebt um, voor acht kinderen. En vaak zijn het een groepen van 16 kinderen. Uh, maar als je veel uh, kinderen hebt. Uh, die de taal nog, uh, uh -huh. he, nog niet helemaal machtig zijn, die voor het eerst in een groepsomgeving zijn. Uh -huh. um, ja, dan is, uh, ja, dan is dat vaak gewoon niet, uh, niet helemaal haalbaar om uh, daarin te kunnen doen wat we nee. willen. Dus dan zetten we eigenlijk graag meer in om dat zo goed mogelijk uh, ja. te doen voor de kinderen. Snap ik. Dan heb je een groot tekort aan, aan, aan mensen, aan vakkrachten, aan personeel? Uh, ja, wacht. we hebben zeker een uh, tekort aan, ja. uh, aan pedagogisch uh, medewerkers, waar we ook echt onze. Uh, nou ja, ons zorgen over, ja. uh, over maken. Ja, ja, want zeker. je wilt natuurlijk kwaliteitseisen stellen. Je wilt niet hebben dat een goedwillende ouder zomaar uh, vrijwilliger zijn werk gaat doen. Of do maak je wel gebruik van vrijwilligers die, die de helpende hand bieden? Um, nee, daar maken we ook uh, geen gebruik van nee. om dat te doen met vrijwilligers. In een uh, ver verleden was het nog zo dat de peuteropvang geregeld mocht worden. was het toen nog met een, een beroepskracht en een vrijwilliger. Nou, dat zijn met de hoge kwaliteitseisen is dat ja. er ook helemaal uitgegaan. Dus dat moeten ook gewoon twee beroepskrachten ja. zijn. Um, wat we wel doen, omdat we wel zien um, nou ja, dat het werk wel zwaarder is ge geworden in de loop van de tijd, is ook locatieondersteuners inzetten. Ja. En wat wij dan noemen activiteiten medewerkers, zodat we medewerkers wel kunnen ondersteunen. En kinderen ook nog extra dingen kunnen, ja. uh, kunnen aanbieden. Maar, maar dan wel op kwalitatief. Ja, ja, die moeten ook een toets doen of een beroepskwalificatie hebben. Of in ieder geval nee, wordt... die hoeven dan geen beroepskwalificatie te hebben, want die worden dan echt extra ingezet. Dus naast okay. die twee medewerkers ja. is het dan echt een extra persoon om, uh, om ja. te ondersteunen. Maar die extra persoon wordt ook getoetst met een VOG. En met Tuurlijk, met de VOG, iedereen die bij ons op, uh, ja. op de groep komt, uh, altijd VOG. En er is natuurlijk ja. ook altijd een selectiegesprek. Uh, ja. En wat ook wel heel erg leuk is, is dat we. Uh, als we dan medewerkers hebben die soms misschien eerst als activiteitenmedewerker uh, werken, die merken dan ook toch van hoe leuk ze het vinden om mm -hmm. te werken in de kinderopvang. Ja. En we hebben ook een eigen uh, opleiding, een oh, ja. BBL-opleiding. Okay. Hm. Um, dus dan merken we ook dat mensen dan wat uh, makkelijker geneigd zijn om in de opleidingen in te stromen, om pedagogisch medewerker te maken. En als ze niet waren begonnen, hadden ze eigenlijk niet gezien hoe leuk ze dat werk vonden ja. en waren ja. ze er ook niet aan begonnen. Mm. Dus daar zijn we ook wel uh, blij ja. mee. Mm -hmm. Maar ten opzichte van de aantallen medewerkers die we nodig ja. hebben, um, ja. Ja, is daar nog steeds dan ook een gat hoor. Dus ja, dat het betekent uh, dat tekort aan medewerkers ook dat er wachtlijsten zijn waardoor uh, ouders uh, moeten wachten voordat ze hun kind kwijt kunnen bij jullie? Um, ja, zeker zijn de wachtlijsten. Um, ja. Nu is de, zijn de wachtlijsten al wel een probleem van, uh, van langer. Het is dus niet dat het alleen maar met, het, um, um, met de personeelskrapte is uh, gekomen. Er zit natuurlijk ook altijd een huisvestingscomponent uh, aan: ja. van ja, waar kun je geschikte huisvesting Vinden, want we hebben natuurlijk zoveel vierkante meters per kind nodig. Ook goede buitenruimtes. Hè? Dus je wil, als je een ja. goed kinderdagverblijf wil neerzetten of uh, BSO, zitten er daar aardig wat ijs aan. Dus je moet ook een plek hebben waar, waar je het kunt doen, ja. uh, naast, het, uh, naast het personeel. Uh, dus het betekent ook sowieso denk ik wel dat uh, hè, in bepaalde tijden is wel vaker de vraag groter geweest dan het aanbod. Hè? Waren mm -hmm. Er waren meer mensen die een kindje wilden ja. brengen dan we konden. Um, en dat is nu natuurlijk wel meer. En we zien ook dat het heel erg speelt op bepaalde dagen. Hè? En uh, ah, ja. dat natuurlijk ja. maandag en donderdag, ja, dat zijn echte hoogtijdagen. Dan uh, zitten vraag. eigenlijk alle groepen vol. Ja. En dan kan het toch nog wel zijn dat we op bepaalde locaties, woensdag en vrijdag, dat zijn nog, uh, dagen, hè, nog dat wel de, een plek ja. hebben. We zien wel dus dat dat ja. minder wordt, dat die dagen ook wel, wel voller worden omdat er uh, meer uh, vraag is dan uh, aanbod. Um, dus dat zien we wel, en we zien natuurlijk wel dat de wachtlijsten uh, ja. langer zijn, en soms willen ouders drie dagen en dan kunnen we maar twee dagen bieden, bijvoorbeeld. Ja, dus dat is dan ook weer een tussenoplossing tussen eindeloos lang wachten en 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 en, en niks. Hè? Dus je kan natuurlijk ook kiezen voor twee dagen, terwijl je eigenlijk drie dagen wil. Jazeker, dan, uh, ja, ja. dan worden er twee dagen aangeboden. Dus we proberen wel te doen. Of soms ook op een, op een andere locatie van goh, daar is geen, geen plaats. En soms Even hebben we weg, ook, ja. ook zo'n lange wachtlijst dat we denk, tegen ouders zeggen van ja, goh. Dat kan gewoon nee. nog wel één, twee jaar duren. Hier zou het misschien wel kunnen. Staat u daarvoor open? Ja, en dan ligt het natuurlijk aan de ouders. Want zoals ik al zei, die locatie vinden ze heel belangrijk. Mm -hmm. um, dus sommige ouders zullen dat wel doen en sommige ouders niet. Ja, soms zullen ze het ook wel doen en blijven ze ook op de wachtlijst ja. staan voor de ja, andere ja, locatie. Dat dus dat betekent ja. ook dat je soms hoort uh, van enorme wachtlijsten. Maar het kan ook zijn dat een, ja. een kind inderdaad al wel een plaats heeft, maar nog ja. steeds op een wachtlijst staat. Dus die, dat moet je een beetje met de korrel zout nemen, die, 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 die notie van hele lange wachtlijsten. Nou, ik denk niet dat je met de korrel zout moet nemen. Er zijn echt wel degelijk ja, hele lange wachtlijsten. Echt, echt wachtlijsten. Ja, okay. maar als je ja. alle wachtlijsten van alle organisaties zou optellen. Hmm. dat geeft niet het goede beeld, nee. zal ik maar zeggen. Oké, okay, ja. snap ik. Ja. Vind je dat, dat Nederland erg is dicht geregeld met al die eisen die worden gesteld. die natuurlijk ook wel ergens vandaan komen aan, aan, aan kindercentra over hygiëne, buitenruimtes. Uh, al, hebben we in Nederland te veel Normen en regels? Of, 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 of denk je van nou, het zijn allemaal hele redelijke normen en regels en we kunnen hier wel mee uitvoeren? Ik denk dat de intenties van de regels prima zijn. Uh -huh. Je ziet echt dat de intenties gaan over, over kwaliteit en, uh, en dingen doen. Maar uh, Nederland is inderdaad wel heel erg van de regels uh -huh. en dan moet ook alles heel precies gemeten worden en op een bepaald moment wordt het niet meer de intentie. Ja. Uh, maar wordt het dat regeltje en houd je je daar precies aan? Terwijl er soms prima andere oplossingen zijn uh, te vinden die ook goede kwaliteit geven. Uh, maar waardoor de, door de nou ja, precieze omschrijving van de regels en de hele precieze naleving en controle daarop. Um, ja, de regelruimte eigenlijk, ja. eigenlijk kwijt bent. Oh. En um, ook in het spelen van kinderen, um, ja, ook door incidenten in het, uh, in het verleden. Um, zij gaan mensen soms al heel erg voor veiligheid? Terwijl ja. als kinderen zich goed willen ontwikkelen, ja, dan moeten ze ook. Um, ja, moeten ze op ontdekking kunnen. Moeten ze kunnen onderzoeken. Ja. En moeten ze hun grenzen uh, leren, uh, leren kennen. kennen. Ja. En dat betekent best wel eens even iets. Um, ja, waar je als ouder eventjes misschien denkt. Hè, en ook pedagogisch medewerker, misschien wel even mm. denkt: van, Goh, gaat dat wel? Maar zo ontwikkelen kinderen zich. En zo krijgen ze vertrouwen. En zo weten ze wat, uh, wat ze kunnen. Ja. En in Nederland. Um, Wordt op veel plekken, nou ja, ga, slaat het wel eens wat door naar veiligheid. Waarvan wij denken, de kinderen zijn erbij gebaat voor hun ontwikkeling, dat ze daar meer uh, vrijheid in ja. krijgen. En daar. Uh... Ja, en daar proberen we ook echt wel de ruimte voor te krijgen. Af en toe de grens op te zoeken. Want we geloven echt dat dat beter is voor kinderen. Ja. Hè, ook de, ja. de buitenspeelplaatsen die we op veel plekken aan het ja, omvormen dus de zijn. Kinderen niet, niet voortdurend pamperen en niet vijf mensen permanent over een schouder van een kind laten meekijken. Ja, je hoeft niet overal van ook van te zeggen van doe voorzichtig of dit kan ja. niet. En er zijn natuurlijk uh, heel veel regels ten aanzien van hoe hoog iets moet zijn. En prima natuurlijk dat er een, val, een valbodem wordt gevraagd. Ja. Maar. Ja. Um, Hmm. Gewoon wat meer onderzoekend. En ja, ja dan liggen daar pallets waar je een splinter van kunt krijgen. Ja, dan gaan ze bouwen en dan gaat er iets mis en dan krijgen ze ja, iets op je de hebt thee. Als ze pasten in de voorraad, denk ik, of een JBO-kistje. Ja, 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 en tuurlijk kan het ja. ook wel eens misgaan. Ja. Maar eigenlijk merk je van dat kinderen dat uh, ja. Ja, dat zit juist in, in hun ontwikkeling. Dat ze daarmee ja. ja. mee om kunnen gaan experimenteren. Ja, ja dus dat, daar zouden we ja. graag weer wel wat meer uh, ja, ruimte voor hebben. Jij noemde net incidenten. Ik kan me nog herinneren, jij natuurlijk ook van Robert M. in Amsterdam, met burgemeester van. Van de Laan, een enorme schrik door heel Nederland. Dat heeft Tuurlijk, geleid ja. tot allerlei nieuwe regelgeving. Ik had in mijn hoofd, maar misschien is dat niet zo, dat we toen ook even een tijdje lang, maar misschien is dat voorbij, een sfeer was van: nou, laat mannen maar niet meer werken als pedagogisch uh, deskundige in kinderverblijven. Uh, we moeten eigenlijk alleen maar vrouwen aanstellen. Dat is denk ik uh, in de loop van de jaren misschien heel even een, een punt geweest en nu. Is die populatie van leerkrachten, noem ik ze maar even pedagogische medewerkers, toch ook weer helemaal gemengd? Of kun je, kun je daar iets over zeggen? Um, ja, ik denk dat dat um, wel een sentiment is geweest, maar ik denk niet zozeer in de kinderopvang zelf en, mm -hmm. uh, en de organisaties okay. en de medewerkers. Um, want wij zien echt wel de, de toegevoegde waarde dat je daar juist diversiteit in hebt, ja. He, op, op allerlei manieren, want dat brengt. Uh -huh. uh, iets extra's in de, in de wereld van de kinderen, ja. in de manier van spelen, in de manier van omgang. Dus we hebben heel uh -huh. graag um, gemengde groepen. En algemeen in de kinderopvang is dat ook echt zo dat we daar um, ja, bij de kinderen de toegevoegde ja. waarde van zien. Het, is wel, het was wel een tijd hè, uh, waar er inderdaad door ouders wat meer vragen over werden gesteld. Als ja. we, hoe veilig. En als hoe... we mannen op, de, ja. op het kinderdagverblijf uh, bijvoorbeeld ja. uh, hadden staan. Uh, en ik merk wel dat we daar nu eigenlijk nou ja, veel minder vragen over krijgen. Dus je werkt hmm. wel met zo'n incident dat er meer aandacht voor is. Ja. Hè? Er is ook het, het vierogenprincipe is toen eigenlijk ingevoerd dat het altijd, altijd zichtbaar ja. uh, moet zijn. Uh, ja. En dat wordt helemaal toegepast. En dat is nog steeds een regel die er ook ja. nog uh, nog steeds mm -hmm. is. Maar we zetten ook heel graag. We hebben juist heel graag die mix. Dus we zijn ja, eigenlijk tuurlijk. bij werving ja ook juist graag meer mannen. mannen. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. En heel veel incidenten, grootschalige incidenten, kan ik mij niet zo herinneren. Dat was het laatste iets in de gastouderopvang, maar dat is natuurlijk een heel ander informeler systeem zonder de kwaliteitscontroles die, die uh, jullie hebben. Dus heel veel andere incidenten van, van de laatste jaren kan ik mij niet meer zo herinneren. Toen ja, er zijn um, ja, gastouderopvang heeft overigens ook wel regels. Ja. He, heeft maar andere al, heeft regels. regels maar. Het is ja. Absoluut niet dat zij, nee. uh, dat zij geen regels hebben nee, en maar dat kunnen dat doen waar, wat zij maar. willen hoor, um, gelukkig. Uh, en er zijn inderdaad af en toe wel uh, incidenten, maar dat heb je natuurlijk overal. Yeah. Waar er dingen gebeuren, ja, dan is er wel eens een incident. Maar er zijn geen incidenten waarvan je echt zegt van nou, dat is nee. een, een rode lijn. En we hebben nog nee. meer regelgeving nodig. Het is eigenlijk denk ik in veel gevallen ja. wat, de, wat de andere kant op. En we zien ook als er iets gebeurt. Hè, net zoals bijvoorbeeld een ongeluk met een, met een stint, wat dramatisch ja, was, een aantal jaren ja. geleden. Dan wordt daar ook gelijk actie, ja. actie naar gekeken, worden ze gelijk uh, verboden. Ja. Dus als er een incident is, is daar ook gelijk heel veel actie ja. Ja. Uh, op. En dan is het altijd weer de afweging, hè, dan niet zozeer bij de stint, maar in het algemeen. Van dat je uit moet kijken dat je niet alleen op incidenten gaat reageren en daarmee eigenlijk de grote lijn en de vrijheid die er ook moet zijn helemaal, uh, helemaal dicht timmert. Mm -hmm. ja. Ja. Ik weet niet hoe lang je al in dit vak zit, maar uh, mij valt bij mijn kleinkinderen op dat, dat ze op heel jeugdige leeftijd al met de, de hele dag met een iPad op schoot zitten te swipen. Uh, ze ondergaan ontzettend veel prikkels, uh, alles gaat snel. Is, is er nou, misschien maak ik die tegenstelling te groot hoor, is in jouw uh, manier van zien en beleven van deze sector nu sprake van kinderen die de hele tijd voortdurend prikkels krijgen, veel meer dan vroeger? Of, of is dat moeilijk te zeggen? Um, ik denk dat kinderen wel echt meer prikkels krijgen dan nu. Hè. Dat ja. is ook wel, uh, nou ja, dat vinden wij ook wel belangrijk op het kinderdagverblijf dat we wel die voorbeeldrol kunnen ja. hè, ge hè, geven. Dus dat betekent ook ja. hè, ten aanzien van. Ja, gebruik van digitale middelen, zoals telefoons op iPad. Ja, natuurlijk ja. is het op onze kinderdagverblijven ook een beetje... want je moet een kind aanmelden op een iPad. Hè? Het kind ja. is er. Dus voor bepaalde zaken heb je digitale ja. uh, middelen nodig. Hè? Die, uh, oh. die kunnen ook een prima plaats hebben. Uh, maar we, wat we absoluut uh, niet willen... is dat kinderen daarmee te veel bezig zijn inderdaad... waardoor ze niet meer kunnen ontdekken en echt spelen. Hè? Het ja. echte spelen. Dus daar zorgen we op de kinderdagverblijven uh, voor. En daar hebben we zeker wel... Um, zeker wel zorg ook over. Ook met ouders in de omgang. He, zowel wat kinderen als voorbeeld krijgen, natuurlijk, daarin. Ja. Maar ook de beschikbaarheid van volwassenen voor kinderen. Want als volwassenen op hun. Um, iPad of telefoon zitten en een kind ja. zegt iets... en de ouder is met zijn gedachten nog met ja. zijn mailtje bezig of zijn appje... Ja, of koptelefoon op of weet ja, ik ook. Ja, oortjes. is niet beschikbaar ja. voor nee. een kind. Terwijl dat uh, voor de groei van het kind ook gewoon heel, uh, heel belangrijk is... Dat, uh -huh. die, uh, dat die interactie er is. Ja. En dat ze genoeg buiten spelen. Ja, meestal... Het uh, ouderwetse spelen. Het ouderwetse buitenspelen, het ouderwetse ja. zo belangrijk... en dan ja. niet allemaal betegeld op de wipkip. Nee. Maar... Um, in het groen van alles uh, zelf ja. ontdekken. Dus we zien daar inderdaad wel een, uh, ja, een verschuiving in waar we wel echt zorg over hebben. En waarvan we ook ja. weten wetenschappelijk hoe belangrijk dat is voor de ontwikkeling ja. van het kinderbrein. Ja, mooi. En, en, en ouders die zijn natuurlijk ook stukken mondiger dan heel lang geleden. Uh, heb je nou last? Van ouders die voortdurend commentaar hebben op van alles. en klachten willen indienen. als ook maar iets een beetje anders is gelopen dan ze dachten. of dat er ergens iets gebeurd is. of, of valt dat wel mee? Ja. Nou, ik vind het eigenlijk wel, uh, wel meevallen. Als je kijkt hoeveel uh, kinderen wij, uh, nou ja, wij hebben. Ja. En vaak hebben pedagogisch medewerkers en ouders best een, een sterke band. Hè? Want ze mm -hmm. hebben allebei hetzelfde doel. Is zorgen dat het kind zich goed yeah. ontwikkelt. Hè? Uh, ook liefde. Echt liefde aan dat kind ja. uh, Waarom geven. te liefde, belangstelling. Warmte, liefde, ja. belangstelling. Zorgen dat het alle mogelijkheden uh, krijgt. Uh, dus daarin vinden ouders en medewerkers zich uh, mm. natuurlijk vaak. En natuurlijk zijn, uh, zijn er klachten over bepaalde zaken. Hè? Bijvoorbeeld het feit van een wachtlijst. Goh, ik heb toch echt drie dagen nodig. Ik heb echt die dag nodig. En dat ja. kan niet. Ja, ja, dan krijgen we. Moet je, je neerleggen. Bij je, dan merken dan. we, ja, ja, dat is lastig natuurlijk voor ouders. Um, mm -hmm. Dus we begrijpen mm -hmm. ook dat we daar klachten hè, over, uh, over krijgen. Um, natuurlijk krijgen we ook wel um, over andere zaken wel eens ja. klachten. En proberen ja. we dat netjes er af te handelen. zal wel zijn, heb ik aan. En, en, oh ja, waarop, natuurlijk. Ook ja. dat is allemaal ja, ja. geregeld. Ja. Er is geschillencommissie. Ja. Uh, ja. um, we proberen het natuurlijk nooit zo ver te laten nee. komen. En voor sommige dingen staan we ook echt, hè, zoals we zijn. zeggen van ja, goed, begrijpen we dat vinden we belangrijk. Soms gaan er ook vanuit onze kant natuurlijk wel eens dingen mis in de communicatie, hè? dus dat ja, uh, ja mm -hmm. god, dan moeten we het er ook over hebben en dan is het goed dat ouders dat ook aangeven, mm -hmm. hè? zodat we het daar uh, um, over ja. hebben. Ja. Maar ik, natuurlijk uh, zijn ouders uh, mondig uh, ja. hè? over het algemeen, um, is ja is ook nog wel verschillend, maar gezien het grote aantal kinderen dat we hebben, uh, nee vind ik dat uh, absoluut. Niet iets waar ik me zorgen over maak. Uh -huh. En we hebben juist enorm veel aan de ouders. Uh, hè, als zij meedenken over, uh, over zaken. Dus dat is echt meer een. Uh, ja, dat is toch vooral echt een toegevoegde waarde. Ja. Als je het nou hebt over al die tachtig centra. Hè, het risico daarvan is dat. Uh, de wat, laat ik zeggen, de wijken. à la Bos en Vaart, waar dan de hoger opgeleide mensen wonen. al die kindertjes zitten natuurlijk weer bij elkaar. Op zo'n zo zo plek zou je niet al veel eerder wat moeten gaan mixen met kinderen, of zeg je ja, dan ben je het voordeel kwijt dat het dicht bij huis is? Um, ik denk dat er zeker een voor, uh, voordeel zou zitten in, uh, in mixen. Alleen, uh, ja, we weten wel wat de keuze van ouders is. Ja. En om dat uh, tegen de keuze van de ja, ouders in moeilijk, te gaan he? doen, kan dat ga je, Nee, dat nee. gaat niet gebeuren. We zien dat natuurlijk ook op, uh, op scholen. Ja. En we proberen echt al wel op onze peuteropvanglocaties om te zorgen dat we mix van, hè, van kinderen krijgen. Zowel uh -huh. dus een leeftijd als een achtergrond. Gewoon. Ook omdat kinderen heel veel van elkaar leren en het ja, heel erg verrijkend is. Ja. Um, dus we willen dat er graag. Dus we doen daarin wel wat we, hè, wat we kunnen. We denken ook dat het verrijkend kan zijn voor, voor ouders. Hè. Uh -huh. um, ja, je zit gewoon. Hè, zo werkt het. Uh, in je eigen wijk, hè? ook een beetje in je eigen bubbel, dus dat kan heel mooi zijn als het juist wat breder is. Ook voor ja. kinderen is dat heel prettig. Maar, je kan het niet, je kan het niet maar wij kunnen dat niet uh, nee, niet snap afdwingen. Ik. Nee, nee. Nee. Laatste vraag, hoe de tijd vliegt. Uh, er zijn kinderen, we hadden het al even over in ons voorgesprek, die een speciale, nou ja, iets iets speciaals hebben, autisme of andere vormen van van, nou ja, beperking, ja, misschien, uh, of, ja, ja. van een uitdaging. Uh, uh, is daar in Haarlem voldoende plaats voor? Of moet je dan naar een hele gespecialiseerde instelling uh, buiten Haarlem? Um, er zijn in uh, Haarlem ook verschillende uh, opvangsoorten, zal ik het maar zeggen. Of ontwikkeld plekken, even is net even ja. hoe, we het, uh, hoe we het noemen. Het is wel zo, dat valt dan onder een uh, andere wet. Hè, waar wij onder de wet kinderopvang ja. uh, vallen, is dat uh, de, uh, de, jeugd, de jeugdzorgwet. En daar ja. zijn uh, uh, ja. of zaken waar andere zorgindicaties uh, voor nodig ja. zijn... Um, dat is echt wel een apart vakgebied. Hè? Uh -huh, uh -huh. Um, wat andere eisen stelt aan, uh, aan medewerkers, aan behandelplannen. Waar ook dus een heel andere financieringsstructuur yeah. uh, achter zit. Um, betekent ook vaak dat daar specialistische organisaties voor zijn. Hè? Zoals een, een Tweede Thuis, een, een uh -huh. Hartenkampengroep uh, yeah. bijvoorbeeld. En uh, zo zijn er een aantal uh, organisaties. En vaak ook nog gespecialiseerd. Um, op Specifieke aandachtspunten uh -huh. omdat dat echt andere dingen vraagt ja. uh, uh, van de medewerkers en begeleiders. Uh, dus wij uh, als het echt om zorgbehoeftes gaat, ja, dan doen wij dat niet. Dat is echt gewoon te specialistisch. Ja. Nee, die en moet er je zijn... doorverwijzen. Ja, ze zijn dus er wel, die plekken. Ze, voor je. ze zijn er wel en ook daar heb ik wel gehoord. Hè, en dat is natuurlijk algemeen in jeugdzorg dat er zeker wachtlijsten ja. Uh, zijn. Ja, dat is vaak een probleem. Ja. 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 Hebben we alles gehad, Monique? Of wil jij nog iets kwijt aan de kijkers? Hebben we iets overgeslagen? Hebben we iets vergeten? Oh, die vraag had ik nog. <laughs> die ha? had je even niet verdacht. Ik ga gewoon <laughs> lekker vertellen van hoe geweldig het is uh, ja. voor de kinderopvang en het werken met, uh, met die ja. kinderen. Um, ja, ik denk nou, als ik dan nog een oproep mag doen aan de, aan de ouders, denk ik: geef je kind de ruimte. Laten we ze ja. niet te gek maken met van alles te moeten doen. Geef ja. ze de ruimte om zich af en toe um, te vervelen, fouten te maken. Ja. Te vallen, vallen en opstaan, ja. uh, want daar is een kind uh, ja. heel erg bij gebaat. Mooie oproep, dankjewel Maureen. Volgende week woensdag uh, zijn we bij u terug en dan gaan we met de directeur van het Noord-Hollands Archief in Haarlem praten over de tentoonstelling over kunstmatige intelligentie, Artificial Intelligence. Volgende week woensdag, 13 september om vier uur. Prettige week en tot volgende week. Dank u wel.